deze vond ik echt tussenuit schieten. Deze van Duncan van Wijk, 20-jarige rapper uit Zwijndrecht. Maar is Duncan verkiesbaar? En we hebben ook artiesten die soms meegaan. En één daarvan is rapper Duncan. Wat is uw favoriete rapper dan? Nou, ik vind deze Duncan dus bijvoorbeeld erg leuk. Vrijheid. Ja, wat is vrijheid? Met vrijheid kan je kiezen of je na 9 uur thuis blijft en lopen over straat. Daarna laat je horen. Kan je zeggen wat je wil. Ondanks dat je mening afwijkt. In deze tijden wordt nu iedereen getroffen. We zijn niet verder dan het punt waar we begonnen. We moeten zorgen voor verandering. Ik schreeuw het uit mijn longen. Maar wie luistert, ben geen Hugo de Jonge. Zoveel mensen dealen nu met een depressie. Deze lockdown is niet praktisch, want het werkt niet. We moeten opstaan, anders komt er geen progressie. En samen staan we sterk, we moeten vooruit, geen recessie. En weer hetzelfde spel, al die leugens en verhalen, ja we kennen ze wel. Ik ben er klaar mee. Ik doe dit voor jou, jong of oud. We worden allemaal getroffen in dit land, we moeten opstaan. In een klein jaar zijn we van een gezellig en vreesinnig volk veranderd in een angstige groep mensen die geen handen meer schudt, elkaar niet meer knuffelt en met volstrekt zinloze mondkapjes rondloopt. Ze willen managen, regels maken, ons domineren en de samenleving kraken. Met fusies, grote scholen en gemeenten, hoogbouw en anonieme levens. Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg. Ik heb geen zin meer om mijn bek te houden, want we worden met z'n allen voor de gek gehouden. Ik heb kamervragen, lange Frans, baas B, avondcontroles van politie langs de A2. Ze zeggen nu dat ik een gekkie ben, maar deze lockdown is niet praktisch en niet efficiënt. Wanneer de vrijheid voor ons terug is, is nog onbekend. Pull back, better, zeggen ze, het was al lang gepland. Er is een groente hier van witte jassen. Ze pakken kansen die ze anders nooit konden pakken. 99% ja, geneest ervan. We worden met z'n allen bang gemaakt in Nederland. En als je de verslagen van de individuele gevallen leest, keert je maag om. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is dit het Nederland waar wij voor kiezen? Den Haag, laat het horen voor jezelf! Hey. Hey. Laat het horen als je tegen Mark Rutte bent. Wow. Wow. Yeah. Wat een dag, Rutte 3, het is gevallen. Tuurlijk ben ik blij, ik ben een trotse Nederlander. Het doet me pijn om te zien wat er met mijn land gebeurt. Weer een rare actie en die Rutte stelt me weer teleur. 10 jaar aan de macht en kijk wat voor afvaartje. Rutte is de herder en het volk, dat zijn de schapen. Laat me even met je praten, doe je ogen open. Weer hetzelfde liedje, elk jaar je wordt weer voorgelopen. Ook ben ik echt klaar met dat linkse gezeik. Want niks verandert hier als de meerderheid blijft. Jesse Klaver met zijn standpunten, niemand gaat je wat gunnen. Zie het al voor je dat die mensen dan je land runnen. Wilde geen eens meer overdenken. Niemand trekt zijn bek op. Ik doe dit voor de mensen die opstaan en het durven te zeggen. Er is hier veel te veel mis, maar niemand wil het beseffen. Ik ben niet achterlijk, gek of een complot denken. Maar die status willen mensen me gaan opleggen. Kijk eens ver, het zijn de dingen die je niet ziet. Ja, ik stem op voor hem, maar ben verder. Ik leg de feiten op de tafel, dus ben iedereen. Ik ben geen Geert Wilders of een Wieber en Van Haga. Ik ben tegen Mark Rutte, maar ook zeker Jesse Klaver. Yeah. Ik ben tegen Mark Rutte, maar ook zeker Jesse Klaver. Hey. Hey. Yeah. Daarna! We worden met z'n allen bang gemaakt in Nederland. De media die pakt zijn aandacht en wordt er beter van. Al die krantenkoppen die zijn niet meer relevant. Want mensen gaan kapot hier en daar nu door. Wat denk je van de MKB? Wat denk je van de horeca? Wat denk je van de jongeren die allemaal verloren gaan? Wat denk je van de ouderen die makkelijk vereenzamen? In deze tijden moet je niemand meer alleen laten. Het gaat nu om corona meer, het gaat nu om de politiek. Al die leugens die ik zie, geloof mijn ogen niet. Ze zeggen eerst van wel en dan weer niet. Maar ook bovendien, ze willen al die prikken zodat Hugo dan weer ook verdient. Alles wat je denkt, probeer het uit te spreken. Voor de zomers willen ze ons weer de ruimte geven. Hé, hey, maar wacht, ik heb dit eerder meegemaakt. In 3, in 2, in 3, 2, 1. Hou je hoofd omhoog, je moet niet alles geloven wat hij je ook belooft. Hou je hoofd omhoog, je moet niet alles geloven wat hij je ook belooft. Hou je hoofd omhoog, je moet niet alles geloven wat hij je ook belooft. Hou je hoofd omhoog, je moet niet alles geloven wat hij je ook belooft. Daarna, ik wil jullie bedanken. Fijne dag verder!
is dat echt gek. Goedemiddag, Den Haag. Welkom op het Malieveld. Welkom bij Forum voor Democratie, de vrijheidskaravaan. Voordat we verder gaan, we hebben een prachtig programma voor jullie. Wil ik jullie wel vragen om alsjeblieft op 1,5 meter te gaan staan. Niet omdat wij dat willen, maar anders dan lassen ze deze manifestatie af. En dat willen we natuurlijk niet. Dus alsjeblieft, ga allemaal even een stap achteruit. Hiervoor natuurlijk niet. Jullie mogen hier gewoon blijven staan. Maar daarachter, iets verder naar achter, is genoeg ruimte. Zodat we die 1,5 meter kunnen waarborgen. Alsjeblieft, niet omdat wij het willen nogmaals. Maar dan kunnen we doorgaan met onze manifestatie. Dankjewel. Goedenavond, dames en heren. Hoi. Ik was de neger waar mensen mee naar huis willen gaan. Hallo. Ja, ik ben gevraagd voor het, om hier te staan. Ik ben stand-up comedian. Baudet zegt, doe maar een paar grapjes. Dan worden de mensen een beetje plezier. We zouden het eigenlijk op 5 mei doen. En toen zeiden ze, we hebben even geen humor nodig. Dus ik denk, nou, stuur Martijn Koning. Okay, ja. Woe, goed zo. Oké, mooi. Voor de mensen die me niet kennen, hoeveel mensen hebben ooit stand-up comedy gezien? Even handen in de lucht. Oké, dat zijn er niet zoveel. Hoeveel mensen denken stand-up comedy van televisie te kennen? Dat zijn dezelfde handen, oké. Okay. Wie wil er vanavond dronken worden, feest vieren en... dat zijn meer handen, oké. Okay. Nou, je zag mijn opkomst, dat was niet echt... denderend, hè? Dat je dacht van, oké, dat is een goede opkomst, ik moest de deur open doen. Baudet die duwde me erop, zeg maar. Het is niet echt een opkomst van een artiest. Dus ik kondig me weer aan, dan gaan jullie helemaal los. Afgesproken? Dames en heren, mag ik een applaus voor Chris van der Ende! Ja, spontaan. Nou, voordat we beginnen doen we altijd even een opwarming oefening. Steek even allemaal je handen in de lucht. Doe ze op elkaar. Wrijven. En als ze goed warm zijn, steek tussen de benen van degene die naast je staat. Oké. Nou, nu wordt de politie boos, hè? Dat is wel goed. Nou, ik zal me netjes voorstellen. Ik ben geboren in Brazilië. Ik ben opgegroeid in het Westland als dorpsneger. En ik ben geadopteerd. 3 mensen. Ah, en de rest miskoop. Dat heb ik altijd. Ah, miskoop. Maar weet je, als Braziliaan verwachten mensen dingen van je. Ze zeggen, kan je voetballen, kan je dansen? Ik verneuk zelfs een Polonaise. Ik heb het gevoel, als God me hebt geschapen, ben ik echt van de lopende band afgeflikkerd. Vandaag gaan we Brazilianen maken. Deze kan goed voetballen, deze kan goed dansen. Deze heet Chris. Ik ben ook niet gemaakt door God, ik ben gemaakt door een stagiaire. En ik ben, weet je, ik heb blanke ouders. Ik ben gewoon blank van binnen. Dat is gewoon kut. Dan zie je eruit als een neger en in je zit een blanke man. Als ik kwaad word, ga ik brieven schrijven. Beste ombudsman, ik wil kip. Het is gewoon niet goed. Het is ook verwarrend voor mensen. Weet je? Het is ook... Kijk, want als ik bij blanken ga staan, ben ik altijd een neger. Ga ik bij neger staan, ben ik altijd medeplichtig. Heerlijk, deze racistische grapjes. En tuurlijk, weet je, ik ben gewoon een rebel. Ik doe al 20 jaar comedy en ik ga door het hele land heen. Mensen haten me, weet je. Mensen komen ook na afloop naar me toe, naar een show. Weet je, klagen. Dan zeggen ze, je bent een homofoob, je bent een racist, je bent een seksist. Dus ik zeg, nou, ik hoor alleen maar complimenten. En we leven gewoon in een bizarre tijd, weet je. Het begon al met Rutte, weet je. Met de eerste maatregel, hè, wat we moesten doen. Als je hoest, hoest dan in je elleboog. Wat is dat voor tip? Stond hij daar, hoest in je elleboog, wat is de volgende stap? Heb je last van diarree? Schijt in je knieholtes. Ja, het zakt naar mijn enkels. En dan had je nog minister Grappenhuis, als je zo heet. Nou, dan neemt niemand je serieus. Die gast had een bruiloft met iets te veel getuigen. Wat gebeurde? Iedereen werd ook boos omheen omdat hij zijn schoonmoeder knuffelde. Heel Nederland werd kwaad. Het is coronatijd, dit is de manier om van eraf te komen. Iemand hier, oh ja, ik moet door, hè meneer, nog groffer, of niet? Ja, die meneer ook, ja, pak hem aan, neger. Mag je dat nog zeggen? Ja, hier mag je dat wel zeggen, toch, of niet? Ja, ik ga zomaar met jullie mee naar huis.
Nee, het is gewoon een bizar. En het mooie, het is, hè, het mooie aan deze tijd. Kijk, ik heb een kleurtje. En natuurlijk moet er even over hebben. Akwasi. Of Akwasi, ik weet niet hoe die heet. Gewoon die gast, weet je. En die gast was lui in die speech, hè, in Amsterdam. Weet je, daar, op dat plein daar. Was hij gewoon lui, want dan ging hij speechen. En dan ging hij voor zich die borden lezen. Dan zei hij Black Lives Matter, Black Power, dat het ook misging. Kalverstraat. En toen zei hij dit, hè. Als ik Zwarte Piet ziet, dan trap ik hem op zijn gezicht. Dan trap ik hem op zijn gezicht. Ik vind het gewoon een hele rare manier om je schoen te zetten. Doe het op een andere manier. Maar de helden van deze tijd, dames en heren. De helden van deze tijd. En dan stop ik er ook mee. En dan, dat vind ik echt bijzonder. Dat zijn de boa's. Oké, deze man loopt al weg. Fuck it. De boa's, dames en heren. De boa's zijn de helden van deze tijd. Want die hebben gewoon op hun rug handhaven. En die kunnen niks. Die kunnen gewoon naar doorgesnoven hooligans lopen. Weet je, criminelen. En het enige wat ze kunnen zeggen is van... Hey, doe eens niet. Hey, dat zijn gewoon superhelden zonder kracht. Hey, natuurlijk de politiek buigt zich over de boa's. Is er een wet om boa's te beschermen? Ja, de ziektewet. Ja, ze mogen geen wapens en geen pepperspray. Wat moeten ze doen dan? Elkaar gebruiken als schild? Kom, we gaan achter die dikke boa's staan. Voep. Ik weet niet wat je zegt, praat met lettergrepen. Ik ben de allochtoon hier en ik versta je niet. Wat zeg je? Je gaat een discussie aan met een comedian. Dat is geen goed idee. Ik ben geen... Ook die... Het zijn grapjes, meneer. Dat is echt zo. Heb ik weer. Mijn show. Ja, ik ben het niet mee eens. Nee, meneer. Dankjewel voor je commentaar, zeg maar. Oké. Hij denkt, kut, neger. Maar het mooie is, en dan moet ik ook zeggen, ik vind de boeren vind ik echt de gangsters. De gangsters van deze tijd, jullie hebben dat ook. Als er problemen zijn, dan gaan ze gewoon naar Den Haag en dan zeggen ze, fuck off, we komen hier naartoe, stikstof, fuck off, we gaan protesteren. Black Lives Matter, Mascar Matters. En ze worden als criminelen behandeld. Weet je, echt waar, bij een van de demonstraties hebben ze boeren opgepakt, gewoon als boeven. Ze hebben gewoon het verhoor duurde gewoon 4 dagen. Ja, de tolk verstond hem ook niet. Ze gewoon... Stikstof, ja, zeker. Dames en heren, ik vind het een eer om hier te staan. Waarom? Omdat dit een geweldige plek is. En Baudet die strijdt echt. En er is gewoon kritisch. Het is een rebel en ik hou daarvan. En dat doet me goed. Het zit mij altijd goed. Ik ben ook een rebel. We zijn gewoon hetzelfde. Dit is het hoogtepunt van mijn carrière hier staan. Normaal sta ik in bushokjes. Ja, dat is handig. Want dan moeten mensen wachten, weet je. Oh, dan heb je die kutcomedian weer. Nee. En het leuke is voor de laatste bus. Want dan rijd ik mee. Dames en heren, steun gewoon het forum. En jullie hebben we nodig. En dank je wel dat ik dit mocht doen. En alle liefde, alle vertrouwen. Dank je wel. 1-9. Ja, dank je wel. Dat is goed. Goed. Dank je wel. Bedankt. Hoi, hoi. Ik ben Jan Benink. Schrijver, dichter, columnist. En op Twitter en Gab... bekend als Superjan. Ooit schreef ik een tegeltje. Keurige helden bestaan niet. Het was geïnspireerd op majoor Marco Kroon, een voor Nederland zo schaarse oorlogsheld van wie wij ondanks zijn in bloed en ingewanden verdiende sporen op hoge toon eisten dat hij zich terug van de jachtvelden als een droog Maria-kaakje zou gedragen. Een oorlogsheld gevallen. Niet door een scherpschutterschot, maar door een plasje in de gracht. Alleen in Nederland kan dat. Cor van der Laak gedrag eisen van je in dood en trauma gedrenkte commando-oorlogsveteranen. De Hollandse polder is van oorsprong een moerasdelta. En de geleedpotige en weekdierbewoners van onze modderplas hebben nu eenmaal een genetisch bepaalde afgunstige bloedhekel aan excellentie en zij die boven het maaiveld uitsteken. Altijd zullen de swamp dwellers uitblinkers naar hun eigen niveau willen terugzuigen,
onredelijke redelijkheid van hen verwachten. Op hoge toon eisen dat ze zich gedragen. Desnoods ze verraden en als dat niet meer werkt hun kop eraf hakken. Eigen schuld. Zie de gebroeders De Wit, Van Oldenbarneveld, Fortuyn en Van Gogh. In dat licht zie ik ook het koningsdrama dat zich van de week ontspinde rond Thierry Baudet. Het briljante kind dat steeds opnieuw laat zien dat de keizer geen kleren aan heeft. Ook al krijst die keizer als een big, dreigen zijn herauten, zijn excommunicatie en pogen de soldaten hem het hoofd af te slaan, Thierry blijft trouw aan zijn filosofie en overtuiging. Zelfs als de Fairburn-Sykes-tolk wederom uit eigen gelederen komt van mensen waar je meer van zou verwachten. Thierry laat zich de mond niet snoeren en weigert zich te gedragen volgens de geldende conventies die nu eenmaal zo zijn afgesproken. Thierry Baudet is wakker in een vreemde wereld. Een vrijdenkende ridder zonder vrees of blaam in een laag land vol laag klootjesvolk, verraders en strontvolk, rancuneusvolk, gemakzuchtig, lomp en bang voor alles. Thierry is die opstandige squadron leader in een Sopwith Camel. Niets ontziend, de vijand tegen alle bevelen in tegemoet vliegend als pionier van het vrije woord. Zijn politiek lenige filosofie, zijn actieve vrijdenken, zijn rücksichtsloos uiten. Het vereist moed en uithoudingsvermogen die zeer weinig is gegeven en wat hem dus zeer wordt misgund. Weinigen in Nederland hebben de kracht en de mogelijkheid om uit de frames te stappen en onder zware beschietingen het modderige niemandsland tussen de loopgraven te betreden. Niet hier. Niet in het land van de platgetreden compromissen, waar een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog na een jaar vol avondklokken, covid-kampen zoals in Duitsland en Canada en knuffelverboden nog steeds taboe is. Terwijl de covid-tyrannie op vele gebieden zwaarder op het grootste deel van de bevolking drukt dan toen. En een vergelijking, in tegenstelling tot een gelijkstelling, wat mij betreft meer dan gerechtvaardigd is. Mensen in Nederland zijn nu eenmaal slappe, snel gekwetste, gedweeën volgers die liever kiezen voor het milde verraad. De mentholsigaret, het comfortabele concentratiekamp met Netflix vanuit een sta-opstoel, McDonald's thuisbezorgservice en een gesedeerde dood. We zwijgen en conformeren liever in het zicht van de tirannie. Ik niet. Ik kies voor de vrijheid van denken, van de heftige polemiek, van het oneens zijn. Ik geloof, behalve in God, vooral in het vrije woord, ook al is het vogelvrijheid. Ik voel me juist steeds meer thuis bij de partij van Thierry Baudet, onder dit schalks leiderschap, al zou hij de enige zijn die over zou blijven. Het is nu eenmaal, zoals zo is van de week maar weer duidelijk geworden, niet iedereen gegeven een commando van het vrije woord te zijn. Ook al heb je die felbegeerde groene baret. Goedemiddag FVD, goedemiddag Forum voor Democratie. Goedemiddag beste vrienden, beste broeders, beste mensen, zussen, moeders, vaders, dochters, zoons. Mede-Nederlanders, mede-mensen met een mede-migratieachtergrond. Welkom. Mensen, vandaag, voordat ik begin, ik hoorde van backstage dat ik niet vanuit onze redenen, vanuit FVD, maar dat ik gewoon moest vragen om voor iedereen weer om 1,5 meter uit elkaar te gaan. Want onze grote, almachtige linkse overheid verwacht dat van ons. En iedereen moet uit elkaar. Dus 1,5 meter afstand. Graag. Nou. Is dat prima? Hoor het was niet prima. Okay. Vandaag wil ik het hebben over de problemen die onze samenleving verdelen. De problemen die onze samenleving verdelen. Zoals jullie doorhebben, is er een duidelijke tweedeling in onze samenleving gaande. Het is overduidelijk. We merken het niet op straat. We merken het niet in de winkels. Hoe dan ook wel. De ene draagt een masker, de ene draagt geen masker. En ja, we weten allemaal wie maskers dragen in hun auto's en maskers dragen buiten op de fietsen. We weten van welke kant ze zijn. We weten van welke kant de mensen zijn die zonder maskers in de supermarkten lopen. Dat weten we ook. We weten ook hoogstwaarschijnlijk op wie ze stemmen. Dat weten we allemaal. Dus er is een duidelijke tweedeling in de samenleving. Maar je merkt het eigenlijk alleen echt fysiek en face-to-face. Niet op je werk, niet op school. Maar waar? Op social media. Social media.
De haat over en weer. Links en rechts. Links en rechts. Links en rechts. Maar vaak kom je erachter dat de meeste mensen niet weten echt wat links en rechts nou inhoudt. Links en rechts worden vaak afgebeeld als twee gelijke politieke voorkeuren. Maar dat is niet zo, mensen. Dat is niet zo. Wat is rechts? Wat is rechts, mensen? Rechts is de status quo van elk land. Dat is de cultuur van elk land. Dat is de nationale cultuur van elk land. De normen en waarden van elk land. Datgene wat de norm is. Oftewel, normaal. Mensen, normaal. Dat is rechts. Daarom noemen we wat de Nederlandse rechtsstaat. Want het woord rechts komt van recht. Snap je? Iets wat niet gebogen is. Iets wat niet fout is. Iets wat correct is. Iets wat normaal is. De rechtsstaat. De rechtbank. De rechter. Rechtvaardigheid. Mensenrechten. Dierenrechten. Recht is goed. Rechts is goed, mensen. Rechts is goed. Maar wat heeft de media ervan gemaakt? Rechts is fout. Rechts is fout. Links is goed. Maar wat betekent links dan? Voor wat komt links? Links komt in de taalkundigheid, in de etymologie van wat? Link. Gevaarlijk. Lijp. Kwaadaardig. Dwaas. Zoek het op, mensen. Ik verzin dit niet. Zoek een oud Nederlands woordenboek op. Het woord links betekent gevaarlijk. Dwaas. Van de linkerkant. En als iemand onhandig is, dan wat zeggen we dan? Hij heeft twee linkerhanden. Hij heeft twee linkerhanden. Hij is links. Het is een dwaas. Snap je? Dus dit zijn woorden. Maar mensen denken van, ja, maar het zijn woorden. En dat heeft niks te maken met de realiteit. Het heeft alles te maken met de realiteit. Daarom gebruiken we die woorden. Het heeft alles te maken met de realiteit. Links is lijp, mensen. Rechts is rechtvaardig. Rechts is goed. En dat is in elk land zo. Dat is ook in Nederland zo. Dat is ook in Nederland zo. Maar wij worden gebrainwashed om te geloven dat rechts is racisme. Rechts is nazisme. Rechts is kwaadaardig. Rechts is fout. Links is goed. Links is perfect. Links, maar links is niet goed. Links is op geen enkele manier goed, want je gaat tegen je eigen normen en waarden in. Je breekt je eigen status quo. Je zaait conflict in je eigen samenleving. Je zaait conflict in je eigen samenleving. En niemand zegt dat geen enkel links standpunt fout is. Maar de bron, als je naar de taalkundigheid kijkt en hoe het ook zich manifesteert in onze samenleving, in het nieuws, op school, overal. Linkse mensen zijn lijp. Ze zijn helemaal de weg kwijt, mensen. Dat weten we allemaal. Hun standpunten zijn niet gebaseerd op wat argumenten. Dus als je... We zitten allemaal op social media. Laten we niet doen als het zo is. Als je met een linkspersoon discussieert, wat gebeurt er altijd? Jij gebruikt argumenten als rechtspersoon. Jij komt met de feiten. Jij komt met bewijzen. Jij komt met boeken. Jij komt met referenties. En wat zeg je? Ja, daar ga ik meteen niet aan besteden, hoor. Ik ga echt niet naar een video van Thierry Baudet. Kijk, hoor. Nee. Snap je? Dus ze willen het niet zien. Ze willen het niet horen. Onze argumenten maken geen sens voor hun. Waarom? Ze zijn lijp. Ze zijn dwaas. Ze zijn zo lang gebrainwashed door de linkse media. Snap je? Door de linkse media. Er is geen weg terug voor die mensen. Er is 9 van de 10 gevallen geen weg meer terug. Maar neem, wat enige wat ik jullie vandaag wil meegeven. Het serieus is, neem dit mee naar huis. Zoek het op. Zoek de woorden op. En dan zul je zien, links is altijd geassocieerd met iets wat kwaadaardig is. En dit gaat al zo lang door, mensen. Dit begon, dat we in Europa de woorden links en rechts daadwerkelijk in de politieke zin gingen gebruiken. Dat begon bij de Franse Revolutie. De mensen die aan de linkerkant waren, waren wat republikeinen. Ze waren anti-monarchie. Dus links tijdens de Franse Revolutie was eigenlijk wat we nu zeggen rechts. Dat is wat republikeinen. Snap je? Dat is tegen... Dat is de status quo van nu. Nu willen, snap je, dat is de status quo van de meeste landen. De meeste rechtse landen in de wereld zijn nationalistisch. Zijn republieken. Dat is sinds de Franse Revolutie zo ontstaan. De linkse, de rechtse mensen toen waren zeg maar toen de mensen die de monarchie steunden. De monarchie steunden. Maar die tijd is allang vervlogen. Dat is niet meer waar we links op rechts op zien. Dat is alleen als je op Wikipedia zoekt. Dat zie je alleen op Wikipedia. Links heeft te maken met de mensen van de Franse Revolutie, die de kant van de Republikeinen kozen. En rechts zijn de mensen die de kant van de monarchie kozen. Maar het gaat al veel langer door, want het concept van links en rechts is al ontstaan sinds de Romeinen. Bijvoorbeeld het woord sinister. Wat betekent het woord sinister?
kwaadaardig. Snap je? Precies. Ja, kwaadaardig. Dus sinister is wat we nu gebruiken als iets voor wat kwaadaardig is. Iets wat luguber is, toch? Maar het woord sinister komt van Latijn sinistra, wat links betekent. Links. Dus wat het woord dat wij nu... dat is luguber, dat is sinister. De Romeinen gebruikten dat woord om iets links aan te duiden. Om iets links aan te duiden. En als iemand bij de Romeinen aan de linkerkant was gezien, dan geloofden ze dat is de kant van het kwaad. Dat is de kant van het kwaad, mensen. Dus ga het opzoeken. Straks als jullie naar huis gaan naar deze manifestatie, ga het opzoeken. Zoek een woordenboek. Heb je een vraag? Stel maar. Hij vroeg, is de Sovjet-Unie fout? De Sovjet-Unie was zeker fout. Zeker fout. Klopt. Ik ga hiermee inderdaad afsluiten. Dat is een mooi voorbeeld. De mevrouw zei, mensen zeggen altijd dat Hitler rechts was, maar Hitler was links. NSDAP, oftewel Nationaal Socialistische Duits Arbeiderspartij. Dus Hitler en de nazi's legden de nadruk op nationaal socialisme. En mensen horen alleen nationalisme. Maar het is niet nationalisme, het is nationaal socialisme. Nazi's waren socialisten. Nazi's waren links. Doe de onderzoek, mensen. Maar ja, ga naar huis, zoek het zelf op. Snap je? Nee, neem het niet van mij aan, zoek het zelf op. Dus nu wil ik het moment aankondigen waar we allemaal echt eigenlijk op hebben gewacht. En ik denk wel dat we weten wat voor moment dat is. Toch? Wat voor moment is dat? Cherry, 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 cherry. Dankjewel, Ashwin! En dank jullie wel dat jullie hier zijn om te laten zien dat wij doorgaan. En het was natuurlijk al veel eerder gepland. We zouden hier eigenlijk begin mei al staan. Dat liep om allerlei redenen, liep dat spaak, dat kon niet gebeuren. Toen konden we op het laatste moment hier aankondigen dat we hier naartoe zouden mogen gaan. Het is de eerste keer dat we sinds de verkiezingen weer bij elkaar komen. Wat is er veel gebeurd? Ook de laatste week gaan we het allemaal over hebben vandaag. Maar wat is er ook ongelooflijk veel duidelijk geworden over hoe fundamenteel onze beweging is. En daar wilde ik een paar dingen over zeggen. Want het is van zulk enorm belang dat jullie hier zijn vandaag. Daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Een applaus voor jullie allemaal. Want natuurlijk, er moet iets gebeuren op het podium. Daarom staan we hier. Maar de eigenlijke reden dat het belangrijk is dat jullie hier zijn, is omdat er aan die kant en aan die kant naast je iemand staat die de gelijke gedachtes heeft. En achter je en voor je. En je ziet, en dit hebben we een jaar lang niet gehad en niet mogen hebben. Je ziet dat je niet de enige bent. En dat is het eerste van twee onderwerpen waar ik het vandaag over wil hebben. De allerdiepste angst van mensen is, met een heel ingewikkeld woord, de angst voor ostracisme. Voor uitsluiting, buitensluiting, sociaal isolement. En precies dat is wat wij allemaal het afgelopen jaar hebben ervaren. We zijn allemaal in een sociaal isolement geplaatst. We zijn allemaal thuis opgesloten. We konden geen van allen nog met elkaar ergens naartoe. Steun vinden aan elkaar. Elkaar even in de ogen kijken. Elkaar even door elkaar schudden. En precies dat sociale isolement, dat maakt het zo bedreigend. Dat maakt het zo moeilijk om door te gaan met onze beweging. En daar ging mijn punt over ophef over. En ik ben ontzettend blij. Ik was gisteren bij een verjaardag. En daar was mijn compaan Wiebre van Haga ook. En we hebben elkaar een hug gegeven als vrienden. En dat meen ik oprecht. We gaan geen ruzie maken.
We gaan elkaar niet voor de voeten lopen. We gaan waar mogelijk altijd samenwerken, de FVD-agenda verder brengen. En ik meen het oprecht als ik zeg dat ik hoop dat de druk die zij in hun persoonlijke leven hebben ervaren inderdaad nu minder voor hen wordt. Maar wij moeten door met deze missie. Wij moeten die druk blijven weerstaan. Daarom zijn wij FVD. Daarom is FVD op aarde. En ik buig niet voor alle druk en alle ophef. En natuurlijk gaan ze proberen om op alle mogelijke manieren komende weken en komende maanden dit spel te blijven spelen. Maar vandaag is ook de aftrap van onze vrijheidskaravaan. En ik overweeg om hem de waarheidskaravaan te gaan noemen. Want wij gaan door, onverschrokken. En wat jullie hier vandaag doen, en daar ben ik jullie echt oprecht dankbaar voor namens mijzelf, maar namens ons hele team. Jullie laten ons zien dat die angst voor ostracisme, die angst voor uitsluiting, die ze elke keer weer bij ons proberen op te wekken, waardoor sommige mensen zich genoodzaakt zien om afstand te nemen, zich genoodzaakt zien om zich af te splitsen. En nogmaals, ik zeg dit niet uit woede, ik zeg het uit medemenselijkheid. Ik snap het, ik kan het mee invoelen, maar onze taak is het juist om door te gaan. Onze taak is het juist om dan niet te buigen. En jullie laten dat zien, doordat jullie hier allemaal weer zijn. Dus zullen we gewoon even, want dit is echt essentieel, hè? Dit is, jullie realiseren je misschien niet hoe belangrijk jullie zijn. Ik ga gewoon even een filmpje maken. Laat van je horen, Malieveld! Oh, wat is het mooi vandaag. Wij gaan door! Ik moest de laatste tijd heel veel denken. Ik moest de laatste tijd heel veel denken aan de film The Matrix. Ik vind The Matrix een ontzettend interessante film. Omdat het eigenlijk op een bepaalde manier heel erg van toepassing is op onze tijd. Op enig moment, hè, jullie kennen vast allemaal het verhaal. De mens zit eigenlijk vast, alle mensen zitten vast in een soort systeem waarin het leven comfortabel is, maar onvrij en daarnaast onwaarachtig. Ze leven niet in de waarheid, ze leven een droomwereld eigenlijk. Hè? Dat noemen we de Matrix, in die film dan. En daar zit een heel science fiction element aan, daar zal ik nu niet helemaal op ingaan, maar de clue is, iedereen leeft eigenlijk in deze wereld. Het is eigenlijk een schijnwereld. Het is eigenlijk een wereld waar mensen achter dingen aanlopen die niet echt zijn. Waar ze dingen geloven die niet kloppen. Waar ze voor de gek worden gehouden door een systeem. Met een computerprogramma, met robots, met machines. Heel ingewikkeld allemaal, maar ze worden voor de gek gehouden. En op een dag komt er bij de hoofdpersoon van die film komt een vent, een kapitein van een schip. En die zegt, ik bied jou de kans om in de waarheid te gaan leven. Ik bied jou, en het kost heel veel ophef. Je zult misschien vrienden verliezen. Je zult misschien een heel ander leven gaan krijgen. Maar je leeft dan wel in de waarheid. Je gaat het dan wel echt hebben over waar het leven echt om gaat. Wat er echt gebeurt in de wereld. En dat noemen we de rode pil. Hij heeft een keuze. Hij kan kiezen tussen zijn comfortabele leventje, maar dan leeft hij eigenlijk in angst. Dan leeft hij eigenlijk in leugens. Dan leeft hij eigenlijk in onwaarheid. Of hij kan kiezen voor de rode pil. En dan gaat hij in de waarheid leven, maar dat gaat met een prijs. En een van die, van die matrozen op dat schip, één daarvan, van die roodpil kapitein, dat schip van de rode pillen. Eén daarvan die heeft een heel interessant gesprek met een vertegenwoordiger van het systeem. En hij zegt eigenlijk, weet je, natuurlijk weet ik nu dat dit onecht is.
Hij eet dan een biefstuk en hij zegt: ignorance is bliss. Ik wil terug de Matrix in. En in de film eindigt dat allemaal heel onverkwikkelijk enzovoort. Maar ik denk dat het een als metafoor voor een ontzettend herkenbare menselijke impuls is. En ik denk dat het voor ons allemaal op enig moment wel dat je het herkent. Maar wat wij doen is zo belangrijk. En dit is echt een moment in ons leven, en ik blijf daarvan overtuigd, waar mensen over 100 en 150 jaar nog naar zullen terugkijken. We leven echt in een cruciaal scharniermoment in de tijd. En ik dacht, misschien kunnen we een klein stukje kijken. Ook, het is ook een beetje entertainment deze, het is ook zondagmiddag. Een klein stukje om even na te voelen wat daar nou gebeurt. Whoa! Neo, you scared the bejesus out of me. Sorry. It's okay. Is that the Matrix? Yeah. Do you always look at it encoded? Well, you have to. The image translators work for the construct program. But there's way too much information to decode the Matrix. You get used to it. I don't even see the code. All I see is blonde, brunette, redhead. Hey, you want a drink? Sure. You know, I know what you're thinking. Because right now I'm thinking the same thing. Actually, I've been thinking it ever since I got here. Why, oh, why didn't I take the blue pill? Do we have a deal, Mr. Reagan? You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Then we have a deal. Onze mooie rol is het om elke keer weer de waarheid op te zoeken en daarmee elke keer weer de spanning op te zoeken die er altijd zal zijn tussen het systeem dat mensen bang probeert te maken om maar niet buiten die kring te treden en de mensen die dat wel durven. En een vergelijking met de Matrix, ik vind de andere film die eigenlijk hetzelfde punt maakt is The Truman Show. Het is eigenlijk hetzelfde punt. Hij leeft ook in een soort droomwereld. Die hoofdpersoon is daar andere acteur, Jim Carrey. En die, op een gegeven moment dan wil hij eruit. En dan wordt er op allerlei manieren wordt hij bang gemaakt. Nou, dat is wat wij dus ook. En al die angst die ze ons proberen aan te jagen, die verdwijnt ook telkens als sneeuw voor de zon op het moment dat je er helemaal uit bent. Maar dan raakt het niet meer. En die pijn, dat proces van onthechting, van losmaken, losmaken uit het deugdsysteem, losmaken uit de mediamacht, de macht van de gevestigde orde, dat proces is ophef. En als jullie voorman is het mij een eer om dat elke keer die pijn voor jullie te leiden, om dat elke keer aan te gaan. En ik hoop echt dat ons land en onze wereld, onze beschaving, elke keer als ik die pijn voor jullie leid en als we daar samen doorheen gaan, dat het weer een stukje vrijer wordt.
Dat we weer een stukje meer denkruimte voor onszelf bevechten. Dat we de gevestigde media weer een stukje minder machtig maken. Dat ze weer een stukje minder greep hebben over ons. En pas als we dat juk hebben afgeworpen, als we echt bevrijd zijn, intellectueel en emotioneel, dan kan de strijd die we politiek voeren ook echt slagen. En daarom wil ik nog een keer zeggen hoe ontzettend belangrijk het is dat jullie om je heen kijken. Jullie moeten vrienden worden met elkaar. Wij moeten een beweging worden. Veel meer dan alleen maar politiek. Ik ben bezig met een forumcoin. Ik wil een cryptomunt die gewoon voor ons... En dan kunnen we gewoon handel drijven met elkaar. Weet je, dat... En we zijn bezig met een school. We willen scholen gaan oprichten. En ik zal je één ding vertellen. Op die scholen worden onze kinderen niet elke ochtend zo'n ding in en worden ze niet geïnjecteerd en geen mondkapjes. En geen anderhalve meter. En ik zeg van ja, er is heel veel gebeurd en wij gaan helemaal geen ruzie maken. En we hopen echt dat die druk die ze hebben ervaren minder wordt. En we wensen hen het beste. En op persoonlijk vlak is alles gewoon normaal. En er zijn nog steeds 8 mensen in de Kamer. En zij zullen ook het FVD-programma blijven uitvoeren. Daar gaan we ze ook zeker aan houden. Maar wij gaan gewoon door met de partij, met alles wat we aan het doen zijn. En ik denk dat de afgelopen tijd, en dat gaat alleen maar meer worden de komende weken, heel erg duidelijk is geworden hoe alles waar Forum mee bezig is geweest de afgelopen jaren op zijn plaats valt. Hoe dat allemaal met elkaar verbonden is als puzzelstukjes die in elkaar grijpen. Referenda, daar begon het mee. Nou, het meest duidelijke wat je nu ziet in Nederland is dat de democratie, die functioneert niet. Functioneert totaal niet. We zijn 2 maanden na de verkiezingen, 2 maanden nadat de bevolking gesproken heeft. En ze zijn alleen maar bezig om met achterkamertjes te werken. Om allerlei figuren van 79 jaar oud, weet je wel. En die moet dan maar doen. En dan doen ze een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring tegen Rutte, weet je wel. En 2 weken later, ja, maar dat wantrouwen, dat gaan we weer omzetten in vertrouwen, bla bla bla. Het is gewoon 1 grote poppenkast. En als de Nederlandse bevolking echte macht zou hebben, hè, dus niet die quasi-macht van eens in de 4 jaar op een partij stemmen. En die partij, die, ja, dan moet je, maar 4 jaar later mag je nog een keer weer zoiets iets rood. Dat slaat nergens op. Hè. Dat is geen echte macht. Dat is gewoon theaterdemocratie. Maar als we echte macht zouden hebben, dan zouden zoveel dingen die nu gebeuren, politiek, gewoon helemaal niet gebeuren. Er zou geen sprake van zijn. En de reden dat dit gebeurt, en dat is toch wel heel belangrijk, dat coronaverhaal, dat past dus naadloos in al die andere trends. En dat is dit boek. Ik had het weer even uit de kast gepakt. Dat is dit boek, COVID-19, The Great Reset. En ik zal jullie echt... Kijk, wij zijn natuurlijk... Wij voeren actie, wij zijn tegen bepaalde ontwikkelingen enzovoort. Maar je moet nooit je tegenstander onderschatten, hè? We hebben te maken met mensen die heel goed weten wat ze willen. En waarbij het financiële systeem, het mondiale financiële systeem, waarbij heel veel zaken gebruikt worden als onderpand om de centrale banken en de grote investeringsbanken, zeg maar, van middelen te voorzien om te speculeren op de beurs, om heel veel geld te verdienen. En die hoge huizenprijzen bijvoorbeeld, die onbetaalbare huizenprijzen, die in stand worden gehouden door massale immigratie en klimaatplannen, dat is de oorzaak van het feit dat niemand meer een huis kan kopen, die zijn nodig als onderpand voor het internationale financiële systeem. En het internationale financiële systeem is weer 1-op-1 verbonden met Big Pharma. En zo hangt alles ook met elkaar samen. Het is niet zo dat toevallig alle gevestigde partijen voor massale immigratie zijn, ook al doen ze in verkiezingstijd alsof het niet zo is. Het is niet toevallig dat ze ook voor al die klimaatplannen zijn. En onze beweging
is daarom op een veel fundamentelere manier gekant tegen wat er nu gebeurt dan wat ik denk dat tot nu toe bij velen is doorgedrongen. En dat maakt het ook zo spannend wat we doen. Daarom is het zo ongelooflijk spannend wat er gaande is. Want het zou zomaar eens kunnen dat volgend jaar een aantal zaken zijn doorgevoerd die het leven zoals wij het nu kennen even radicaal veranderen als dat het afgelopen jaar al die coronamaatregelen het leven hebben veranderd. Ik zeg jullie dat we misschien pas halverwege zijn of pas op een kwart zijn van wat ze allemaal aan het doen zijn. Bijvoorbeeld dat je een internetpaspoort nodig moet gaan hebben misschien, dat willen ze nu, om het internet op te mogen. Hè? Dus dan ben je dus een global citizen paspoort voor het internet. Wat gekoppeld natuurlijk is straks aan je biomedische paspoort en je vaccinatiepaspoort. Bijvoorbeeld dat de censuur op alle sociale media platforms alleen nog maar groter gaat worden. Bijvoorbeeld dat de klimaatplannen en de klimaatdoelen straks via klimaatlockdowns gaan worden afgedwongen. De mate waarin er een net gespannen wordt wat onze vrijheden ontneemt, is zo enorm. En daarom dat ik hoop dat wij niet alleen bezig hoeven zijn met die zeteltjes in de peilingen en de zeteltjes in de politiek, maar dat we juist ook als club, als groep mensen elkaar kunnen gaan vinden. Want er komen echt bizarre ontwikkelingen aan. Er komen echt hele gekke dingen aan. En wij moeten daar, zeg maar, horizontaal ons tegen te weerstellen. We moeten elkaar gaan vinden. En daar gaan we een aantal dingen over zeggen vandaag. Ralf Dekker is hier ook, die bouwt aan het Renaissance Instituut. Ik noemde al een Forum Coin. We gaan veel meer dingen doen om ons te verbinden. We hebben nu bijna 50.000 leden. Is er iemand hier die nog geen lid is? Nou, dat kan daar opgelost worden. Je kan daar je laten vaccineren of lid worden. Je mag kiezen. Dat was een geintje. Nee, dat was helemaal geen geintje. Ben je nog niet gevaccineerd? Ik stel ook vandaag aan jullie voor onze fractieleden in de Tweede Kamer. We hebben een statenlid uit Flevoland, een statenlid uit Noord-Holland. We hebben allerlei andere filmpjes, mededelingen, maar we beginnen deze fantastische middag terwijl de zon komt. Dankjewel, zon. Met het filmpje Onze Liefde voor Nederland. Want daarom doen we dit allemaal en we blijven ook zeggen, want ze blijven ons framen in de racistische hoek en alle andere narigheid. Wie van Nederland houdt, heeft onze liefde. Wij houden van iedereen die van Nederland houdt. Kijk met me mee. Het Nederland van FVD.
Mag ik jullie voorstellen? Beste vrienden, onze eerste spreker van vandaag. Onze man in Flevoland, Anton de Lange. Hoi Thierry. Wauw. Mijn klassen zijn normaal wat kleiner. Dames en heren, ik wil me even voorstellen. Ik ben inderdaad statenlid voor Flevoland in Flevoland dus. Maar in mijn dagelijks leven ben ik schoolmeester. En daarom zei ik, mijn klasjes zijn normaal wat kleiner. Mijn verhaal gaat vandaag over een wat technisch onderdeel. Namelijk de Sustainable Development Goals. De SDG's ook wel. Voor ik begin wil ik eventjes een link leggen met waarom ik dit koppel aan vrijheid. Gisteren liep ik mee in de mars van Amsterdam. Wie waren er ook bij? Geweldig. Het was een belevenis. En ik weet niet hoeveel mensen er waren, maar in ieder geval zeker meer dan AT5 beweerden dat het er 1000 tot 1500 waren. Er waren echt veel meer. En wat mij boeit, wat mij trok in dat hele verhaal, is dat de vrijheid, dat is de motivatie voor mensen om op te staan. En daarom slaat Forum voor Democratie ook zo aan. Want wij komen op voor onze vrijheid. Dat is een basiswaarde waar wij voor gaan. En nou het stapje naar de SDG's. Waarom noem ik dan de SDG's? Want de SDG's, dat is namelijk een programma, een agenda bedacht door de elite. Er zijn 17 doeletjes. Ik wou dat het plaatje, want dan zou je het zien, dan kan het visueel gemaakt worden. Maar er zijn 17 doelen geformuleerd door de VN. En die moeten ons gaan vertellen hoe wij als goed burger moeten gaan leven. Om aan die doelen te verwachten. Die doelen, ja, daar staan ze. En ik vind op het moment dat er voorwaarden worden gesteld aan mij, hoe ik moet leven, dan wordt mijn vrijheid ingeperkt. Ja? Ik kan ervoor kiezen, dat is een ander verhaal, maar ga het mij niet opleggen. En die SDG's die worden op een bepaalde manier geformuleerd, dat noem ik onder de noemer van marketingpolitiek. Heel mooi geformuleerd. Eén van die doelen, dat is nummer 1 trouwens, SDG 1, is no poverty. Geen armoede. Nou, wie kan daar nou tegen zijn? Wie kan nou tegen zijn dat er geen armoede is? Ik denk dat niemand hier zal zeggen, nou, oh, ik vind het wel goed dat er armoede is. Nee, tuurlijk niet. Maar wat betekent dat voor ons Nederland? Wij weten dat de Europese Unie inmiddels is getransformeerd van een transfer van welvaart van de noordelijke rijke lidstaten naar de wat armere zuidelijke lidstaten. Ja, dat is de Europese Unie dus. Wie garandeert mij niet dat die SDG No Poverty geen mondiale transfer gaat worden, geen mondiale nivellering van welvaart. En dat betekent dus heel veel voor ons. En is dat een keus dat je zegt van ja, maar ik vind het wel goed. Ik vind het staalwachtig, geef de helft van mijn inkomen maar aan de... Dan is het een keus. Maar het wordt opgelegd, het wordt glijdend, wordt dat geïmplementeerd. Ik merk het als statenlid in Flevoland, merk dat daar wordt de agenda van de Sustainable Development Goals al uitgerold. Een van die onderdelen dat vindt zich dan plaats bij mobility en infrastructuur. En dat is bijvoorbeeld smart mobility. Dat betekent dat je straks je mag vervoeren door middel van een app op jouw computer of op je telefoontje. En dan kun je zeggen, nou, ik wil bijvoorbeeld naar Zierikzee in Zeeland. En hoe kom ik daarbij? En dan toets je dat in en dan krijg je een hele route. En dan kan je via uiteindelijk eerst op de fiets, stukje trein, stukje lokale bus, kan jij naar Zierikzee. Klinkt misschien idealistisch, maar heel erg onpraktisch. Maar daar hangt achter, om dat te realiseren, dat ze zeggen, maar wij gaan het eigen autobezit ontmoedigen. Dat staat letterlijk in de programma's. Eigen autobezit wordt ontmoedigd. Wordt niet direct verboden, maar gaat wel worden ontmoedigd. Nou, ik weet niet of jullie de laatste tijd bij de pomp zijn geweest. De eerste stappen worden al gezet. Het is een godsvermogen om hier te kunnen komen. Ja. Als kinderen naar school gaan en ze hebben geen paspoort, komen ze dan bij u binnen? Ja, dat is een heel ander onderwerp. Deze meneer vraagt, en het...
Dus ik heb heel veel respect voor onze veteranen. Ik zal dat even inpassen. Applaus voor onze veteranen. Deze meneer vraagt aan mij, als kinderen straks geen, laten we zeggen, COVID-paspoort hebben, of zo'n vaccinatiepaspoort, komen ze dan bij u binnen? Nou meneer, ik kan daar op dit moment helemaal geen zinnig woord over zeggen, want als het aan mijn persoonlijk zou liggen, natuurlijk komen ze bij mij binnen. Sterker nog, ik heb liever dat ze zonder vaccinatie binnenkomen dan met vaccinatie. Maar wat... Maar ook dat is iets wat heel erg een uitrol is, een haast mondiale uitrol. En dat bepaal ik als eenvoudig schoolmeestertje, bepaal ik dat niet. Maar geloof me dat ik me behoorlijk verzet, want ik ben een van de weinige schoolmeesters zonder mondkapje. Ja. Ik geloof in immuniteit. Als ik mijn plakje kaas van mijn brood laat vallen in de klas, pak ik het demonstratief op en dan vreet ik het zo op en dan zeg ik medicijn. Weerstand moet je opbouwen en dat krijg je niet door iedere dag je handen te wassen of weet ik wat allemaal. Dat moet je gewoon opbouwen door gezond in de zandbakken te spelen, je stotterbel op te lurken en dat soort zaken. Zo krijg je weerstand. Maar goed, terug naar die SDG's. Ik zei al, het is niet een ver van mijn bed show. Het vindt nu plaats op dit moment. Maar nu, een stukje techniek, technisch verhaal. De SDG's, dat eerste doel, hè, no poverty, is niet het belangrijkste. Er zit een hiërarchie in die SDG's. Namelijk... Er is een viertal SDG-doelen die zijn gebaseerd op de biosfeer. En dat betekent, dat is de basis van de SDG's. Dat betekent, de biosfeer, denk dan aan dat deel van de aarde waar leven mogelijk is. En dat is het leven op het land, leven het water, het drinkwater en ook het klimaat. En daarop gebaseerd, daarop, op deze basis, zijn die andere doelen geformuleerd. En... De biosfeer is natuurlijk niet voor niets de belangrijkste. Want als jij namelijk dat beheerst, dan beheers je de voedselstromen. En als je daar controle over hebt, heb je controle over iedereen. En nou sluit ik aan bij wat Thierry zei, dat politiek tegenwoordig een stukje toneel is. Ik heb het in mijn voorbereiding genoemd een klucht. Want de politiek wordt namelijk gedomineerd door de lobbyisten. En dat wat wij zien in de Tweede Kamer, dat is eigenlijk... Behalve als Thierry in het woord is. Eén klucht, één show. Zij mogen op het toneel mogen zij het stukje marketingpolitiek bedrijven. Maar tussen de coulissen worden zij gesouffleerd door zeer machtige partijen in de wereld. Die vertellen hoe het gaat, hoe het moet. En deze partijen bepalen, die zitten aan tafel. Die zaten aan de klimaattafel onder andere. En deze partijen, die vertellen de politiek wat zij moeten doen. En... Dat noem je lobbycratie. Op Weltschmerz zijn er vast wel leuke programma's voor mensen die dat veel beter kunnen vertellen dan ik. Maar het is echt gaande, de lobbycratie. Eigenlijk kan je stellen, dus politiek is één klucht. De werkelijke macht ligt veel een stapje hoger. En dat is wat Thierry bedoelt, dat in die Tweede Kamer kan je niet bereiken. Je zal de rebel moeten zijn, je zal het lef moeten hebben om daar doorheen te breken, dat aan te tonen. En op het moment dat je dat doet... Op het moment dat je daar aan gaat komen, dan komt het hele area van fascist, racist en weet ik wat aan boven om jouw mond dood te maken. Want dat is hun tactiek. Dus, dames en heren, op het moment dat wij toelaten... Op het moment dat wij toelaten dat zij onze voedselbronnen gaan domineren, daarom willen zij de boeren weg. Daarom willen wij ze de vissers weg. De boeren worden van het land gejaagd door lulkoek over CO2 en stikstof. En als dat gaat lukken, dan beheersen zij straks onze voedselketen. En daarom wilde ik de SDG's noemen als een bedreiging van onze soevereiniteit en daardoor een bedreiging van onze vrijheid. Ik dank u vriendelijk voor uw gehoor. Anton de Lange! Dankjewel, fantastisch vraag. It's a very pertinent question to ask, how do we build back better? To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Remember the terrible damage of COVID as we try to build back from this global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. Better. We're going to build it back better. And build it back better. My plan to build back better.
start taking all the problems that have been created in right. education and mental health and start to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better, Britain After Coronavirus. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called the Great Reset. An unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Biden's campaign slogan, Build Back Better, a front for the conspiracy. Build Back Better. Building Back Better, our economy. Build Back Better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. Ja, het filmpje, we werden gehackt. Juist op het moment dat mijn goede vriend... Maar wij kunnen dat ook zo goed zelf nadoen. The Great! Mag ik een applaus voor Joyce Vastenau? Goedemiddag. Goedemiddag, Malieveld. Fantastisch dit. Het huilen, de vermoeidheid, de fysieke belasting na de geboorte van onze kinderen maakte dat mijn partner en ik tegen elkaar zeiden: liefde en humor. Liefde en humor. Inmiddels groeien onze kinderen uit tot fantastische, slimme en mooie wezens. Verandering en vooruitgang gaan nooit zonder slag of stoot. Ik wil jullie graag meenemen naar mijn eerste dagen binnen Forum voor Democratie. Het was februari 2017. Het was mooi weer. En we verzamelden bij de Watertoren in Zandvoort. FVD-jasje, FVD-sjaal, FVD-pet en een grote stapel flyers. We gingen flyeren op de boulevard van Zandvoort. We gingen flyeren voor Forum voor Democratie. Lieve vrienden, na de geboorte van mijn eerste zoon blikte ik terug op mijn heerlijke, onbevangen leven. Met de verantwoordelijkheid van het ouderschap, een eigen woning, een maatschappelijke positie, zag ik steeds meer de sociale armoede van deze tijd. Het al maar verzwakkende onderwijs. Zo wilde het geval dat mijn zoon nogal graag wilde lezen in groep 2. En dan krijg je van die oudergesprekjes, van die 10-minuten gesprekjes, dat kent u allemaal wel. Nou, en dan zeg je tegen zo'n leerkracht, nou, hij wil graag lezen en zo. Vervolgens geeft dan zo'n leerkracht aan, die zit dan helemaal vast in zo'n systeem. Ja, maar wij lezen pas in groep 3. U zou uw kind toch niet zo moeten pushen? Maar ook het belastingstelsel. Zelfs twee verdieners moeten vaker en vaker de eindjes aan elkaar knopen. Om over de toeslagenaffaire nog maar te zwijgen. En de individualisering. Het gaat mij aan het hart dat gezinnen steeds vaker verdwijnen. We hangen meer en meer aan het infuus van de almaar uitdijende overheid. Kortom, mijn overtuigingen sloten haarfijn aan bij die van Forum voor Democratie. Ik werd lid en ging flyeren. Ik leerde steeds meer FVD'ers kennen. En zo startte ik aan mijn avontuur als provinciaal statenlid in Noord-Holland. Ik ging me bemoeien met fundraising en de MKB-club. Nog nooit eerder ontmoette ik zoveel gelijkgestemden. Nou, vanuit daar is dit ook heel erg belangrijk. Dat we dit soort bijeenkomsten blijven organiseren. Dat we elkaar versterken, dat we een krachtige zeil gaan bouwen. Want we hebben elkaar meer dan ooit nodig. Met een rechte rug, met veel lef en een goede inborst is FVD een organisatie waar we elkaar vinden en vasthouden. Het land staat er goed bij, bericht de NPO. Rutte heeft het geweldig gedaan. Overal in de media klinkt gejuich. Maar laten we eens kijken wie daar eigenlijk werken bij de publieke omroep en de NPO.
De voorzitter van de overkoepelende NPO-raad is Tjibbe Joustra, die eerder het verkiezingsprogramma voor de VVD schreef. Oud-VVD-leider en klimaatvoorzitter Ed Nijpels was de baas van AvroTros. Erik van den Burg, berucht VVD-wethouder uit Amsterdam, bekend van de uitspraak "hoe meer asielzoekers, hoe beter", is voorzitter van de NTR. En oud-VVD-partijvoorzitter Bas Eenhoorn is voorzitter van het WNL. Het is een gezellige boel. Zo werd PvdA'er Martijn van Dam, in zijn vorige baan nog staatssecretaris, verantwoordelijk voor de verdeling van subsidies aan de NPO, lid van de raad van bestuur van de NPO-raad. En zit voormalig PvdA-partijvoorzitter Ruud Kolen in de raad van toezicht van de VARA. CDA-politicus Paul Rupp is ondertussen voorzitter van de raad van toezicht van KRO-NCRV. En voormalig nieuwslezeres Pia Dijkstra switchte de andere kant op en is nu Kamerlid voor D66. Dit is hoe het kartel werkt. Dit is de baantjescarousel. Hallo, ja, goedemiddag Den Haag. Jongens, dit is één grote familiebijeenkomst. Zien jullie niet? Ik ben een beetje, mijn naam is Ralf Dekker trouwens van het Renaissance Instituut, voor wie mij nog niet kent. Ik ben een beetje door het publiek gaan lopen vandaag. En het lijkt net of je je familie weer bezoekt. He, allemaal mensen die willen de hand schudden, dat kan natuurlijk niet. Maar die je verder herkent van, was u nou in Appingedam? Of was u nou in Assen? Of was u nou in... daar waren we weggestuurd in Heerlen. Maar goed, hoe dan ook. Je ontmoet allemaal mensen die je hetzij van die bijeenkomsten kent. Hetzij van Twitter, hetzij van Facebook. En dat is fantastisch, want het is ontzettend belangrijk om elkaar fysiek te ontmoeten. En bij het Renaissance Instituut, waar ik vooral mee bezig ben, houden we ons bezig met wetenschap. En kijken we, wat is nou de onderbouwing voor al die dingen die er vandaag spelen in de maatschappij. Nou ja, dan is COVID-19 natuurlijk voortdurend aan de orde. En als je daar een jaar geleden zei, dit is eigenlijk een beetje griepachtig, dan was dat een geweldig taboe. Nou, inmiddels zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, maar het is toch gewoon een griepachtig probleem. Dus nu zijn we eigenlijk toe aan de volgende fase daar. Wat moeten we vinden van die vaccins? Zijn het wel vaccins? Is dat allemaal wel zuivere koffie? Dat is nu nog een beetje taboe om daar in wat meer detail over te spreken. Ik heb net een heel interview beluisterd van Sven Hulleman met Robert Gorter. Hebben jullie dat gezien? Dan word je toch weer een beetje... Ik ben geen deskundige op dit gebied, maar ik word er toch wel een beetje kriebelig van. Dus daar moeten we verder naar kijken. Is het nou echt wel pluis om dit te doen? Dus er is maatschappelijk van alles aan de hand. En als je elkaar dan wil ontmoeten en je zegt van ja, laten we nou bij elkaar komen, dan praten we erover, dan schrijven we wat stukken, die bespreken we. Dat is allemaal heel moeilijk, want je kunt niet fysiek samenkomen. En daarom is die beweging, waar we het al een hele poos over hebben, is zo ontzettend belangrijk. Want je moet elkaar treffen. Je moet zeker weten, zoals hier, als je om je heen kijkt, wat Thierry ook al zei, dan zie je mensen die er in hoofdlijnen net zo in staan als jij. En dat zie je, dat zijn hele jonge mensen, dat zijn hele chique mensen, dat zijn hele oude mensen, dat zijn hele rommelige mensen, alles door elkaar heen. En dat is het leuke, het is niet één groep, maar het zijn allerlei verschillende personen, vanuit allerlei verschillende hoeken en gaten. En dat is nou juist het aardige, die proberen we te verenigen. Dus waar we mee bezig zijn is kijken of we er een beweging van kunnen maken. Thierry heeft al gevraagd, maar ik heb het niet goed gezien. Wie is er hier lid van Forum voor Democratie? Kijk, dat moet vooral zo blijven. Veel mensen raken wat in de war doordat er een afsplitsing plaatsvindt in de Tweede Kamer. En ik heb ook tegen Thierry gezegd, je moet het heel anders zien. Wij zijn een incubator van nieuwe politieke bewegingen. En wij zijn de rebellen die voorop lopen. En we hebben nu al, wat hebben we allemaal gecreëerd? We hebben Go gecreëerd, niet zo'n succes geworden. We hebben Ja 21 gecreëerd. Nou, dat is best aardig. Er zit tegen windmolens. We hebben nu weer een nieuwe beweging gecreëerd. Die gaan weer allerlei belangrijke dingen doen. Heel goed, ook tegen COVID. We hebben op allerlei provinciale niveaus hebben we provinciale fracties laten ontstaan. Dus wij trekken een heel spoor van nieuwe bewegingen die in een heleboel hoofdlijnen met ons eens zijn.
Maar wij moeten telkens weer nieuwe einders openen. Wij moeten telkens weer nieuwe taboes doorbreken. Het Overton window vergroten, zoals dat heet. He, dus het gebied wat je kunt bespreken zonder dat je een onmogelijk taboe aanraakt. Dat is een beetje onze taak. En daarom is die beweging zo belangrijk, want je moet dat face-to-face doen. Thierry kan mooie stukken schrijven, maar de meeste mensen kunnen dat niet. Dus je moet je toch met elkaar wat uitwisselen in een bepaalde omstandigheid. Dus daarom is dit van cruciaal belang. Ons vlakke land, ons prachtige land. Daar kom ik zo op. Daar doen we het allemaal voor namelijk. Misschien nog heel even wat de beweging betreft. Wij zijn bezig om te kijken naar welke scholen willen wij oprichten. Hoe gaan we dat aanpakken? Dat is belangrijk, want scholen zijn toch uiteindelijk de basis van het denken. Dus die moeten wij op de een of andere manier gaan stimuleren, de scholen die daar wat beter in staan. Maar we zijn ook bezig met het een oprichten van een hele grote telegramgroep, Telegram, waarbij je elkaar dan in ieder geval kunt vinden. En we kunnen dat ook een beetje gaan groeperen per regio, dat je in ieder geval weet wie zit daar, van welk beroep bijvoorbeeld ook. Waar ik mee zaken kan doen, waar ik me een beetje thuis bij voel. Dus we proberen de infrastructuur te realiseren, waardoor we elkaar kunnen vinden. En op die infrastructuur kunnen er allerlei andere dingen gebeuren. En waar ik een beetje bang voor ben, is dat alles wacht op initiatieven van ons. Dan gaat het veel te langzaam. Mensen moeten elkaar vinden, mensen moeten elkaar initiatieven ontplooien. Dat gebeurt ook gelukkig. Dat is heel goed. En we doen het inderdaad om met elkaar de foute richtingen tegen te houden en de goede, inspirerende richtingen te krijgen. En waar doen we het voor? En daar kwam het filmpje van. We doen het allemaal voor ons eigen Nederland. Ons prachtige vlakke land. Kom er maar in met de film. Ons vlakke land, ons prachtige land. Met zijn grote rivieren, zijn oneindig laagland. Dit wonderbaarlijke land dat we op de zee hebben veroverd. Dit baken van vrijheid, dat we al vanaf vroege eeuwen hebben gerealiseerd, omdat we ons niet onderwierpen aan de dwingelandij van de adel of van religieuze fanatici. Hier waren de steden autonoom. Hier beslisten burgers zelf over hun lot. Hier bepleitten Erasmus en Kornhert verdraagzaamheid jegens andersdenkenden. En als men hier de inquisitie wil invoeren, nemen we aan het eind van de 16e eeuw de wapens op tegen de Spanjaarden die ons, net als tegenwoordig de Europese Unie, vanuit Brussel op tirannieke wijze besturen. Eerst proberen we nog met redelijke argumenten onze vrijheid te behouden. Maar als dat niet lukt, komen we in opstand. Met het plakkaat van verlating verklaren we onszelf onafhankelijk. En ook al waarschuwde iedereen ons dat we als klein land niet konden overleven, de soevereine Nederlandse Republiek groeit binnen korte tijd uit tot een wereldmacht. Van Oldenbarneveld richt de VOC op. Jan Pieterszoon Koen zorgt ervoor dat de onderneming tot bloei komt en in heel Azië handel gaat drijven. Onze schepen doorkruisen de wereldzeeën. Amsterdam wordt het financiële centrum van de wereld met de eerste effectenbeurs en de eerste wisselbank. Ondertussen bouwt de Friese econoom IJze IJzinga het eerste planetarium ter wereld. Rembrandt en Vermeer schilderen, Spinoza schrijft filosofie. Onder Boerhaven wordt Leiden het centrum van de medische wetenschap. Antonie van Leeuwenhoek maakt de kleinste dingen zichtbaar met zijn baanbrekende microscoop. Christian Huygens verkent reusachtige hemellichamen met zijn telescoop. En Hugo de Groot legt de basis van het internationaal recht. Deze vindingrijkheid en ondernemingsgeest houden we vast. Zo maken we halverwege de 18e eeuw de Franse verlichting mogelijk door de werken van Montesquieu, Voltaire en Rousseau hier te drukken. Pieter Tyler richt een museum in met encyclopedische kennis om mensen te stimuleren zelf na te denken en een publiek debat krijgt steeds meer vorm. Dit mondt uiteindelijk uit in onze grondwet van 1848. Onder Thorbecke wordt de koning ondergeschikt gemaakt aan de macht van het parlement. En we leggen spoorwegen aan, vernieuwen de steden en ontwikkelen de havens van Rotterdam en Amsterdam, terwijl we tegelijk nieuwe industrieën in Twente en elders opzetten. Ook in de 20e eeuw blijven we voorbij onze horizonten reiken. Met Anton Philips en Anthony Fokker, met het succes van luchtvaartmaatschappijen, oliebedrijven en landbouwinnovaties. Onze eeuwenlange strijd tegen het water en onze behoefte aan nieuwe landen brengen ingenieur Cornelis Lely ertoe in de jaren 30 de grootste dam ter wereld te bouwen. De Afsluitdijk. 20 jaar later bouwen we ook in Zeeland een wereldwonder, de legendarische Deltawerken. Het zijn maar een paar elementen van de glorieuze Nederlandse droom. Nog altijd lopen we voorop in kennis, innovatie en ondernemerschap. Nog altijd staan we voor durf, dynamiek en daadkracht. Het is een avontuur dat nu al meer dan 400 jaar duurt. Een avontuur dat eeuwen geleden begon en voortgaat tot de dag van vandaag.
Dit prachtige land, dit vlakke land. Het land van onze voorouders, het land van onze kinderen. Is ons land. En vindt u het nou ook zo opmerkelijk? Want de reden dat ik dit zo elke keer laat zien, is omdat ik denk dat Nederlanders voortdurend is aangepraat, in ieder geval al mijn hele leven, wij hebben geen geschiedenis, wij hebben geen cultuur, we hebben geen identiteit. Altijd wordt dat gezegd. En het is zulke onzin. Maar doordat je mensen niet vertelt waar ze trots op kunnen zijn, is er ook niks om samen trots op te zijn. En wat je dan krijgt, is dat je uiteindelijk mensen tegen elkaar op gaat zetten. Dus nationalisme, in de positieve zin van het woord, samen een land vormen, waar je blij mee bent, waar je van houdt, dat is zo belangrijk en dat delen wij met elkaar. Wij zijn Nederlanders, we zijn er trots op, we houden van dit land. Mensen die hier uit verre landen naartoe komen en die ook van Nederland houden, kunnen we ook om die reden verwelkomen als zij ook van Nederland houden. En we houden van dit land en daarom zijn we ook de politiek ingegaan. Omdat we van dit land houden. En omdat we bereid zijn een prijs daarvoor te betalen. Ik voel het als een plicht wat we doen. Als een plicht voor onze kiezers natuurlijk, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. We doen dit niet voor onszelf. We doen dit niet omdat we het zo leuk vinden. Nee, dan zouden we wel in de zon gaan zitten in een warm land. Nee, wij houden van Nederland en we gaan ervoor. En we blijven het doen. En dit is een hele bijzondere dag, want vandaag is de eerste keer dat ik de eer heb om mijn fantastische Tweede Kamerfractie aan jullie voor te stellen. En ik begin met Simone Kersenboom. Een heel warm applaus. Nou, dankjewel Thierry. Wauw, ik stond hierachter en ik zag niet hoeveel mensen hier vandaag zijn. Maar wat is dit mooi. En wat voelen we dan die energie weer terug die we tijdens de campagne gehad hebben. Oh, wat is het geweldig om jullie hier allemaal te zien. Dankjewel. Echt, zo mooi. Daar word je helemaal warm van. Echt. Maar goed, we zijn dan de nieuwe fractie voor Forum voor Democratie. Het is inmiddels alweer 2 maanden sinds de verkiezingen. Maar inmiddels dendert de oude politiek gewoon door. We hebben natuurlijk allemaal de debatten de laatste paar weken gevolgd. Waar iedereen heel boos is en verontwaardigd doet. Om dan vervolgens weer gewoon door te gaan met de oude politiek en met de polderpolitiek. Alsof er gewoon helemaal niets gebeurd is. We zien gewoon, ik wou eigenlijk bijna zeggen dat ze allemaal weer met bij Rutte en Co. op schoot gaan zitten, maar dat mag dus niet meer. En dus, dat gaan we dus absoluut niet zeggen. Maar goed, maar ja, wij zeggen het wel, dat klopt. Ja. Nee, maar we zien gewoon dat er gewoon nul zelfreflectie is in de politiek. Nul besef dat je gewoon ook verantwoordelijkheid moet nemen voor wat je doet en je eigen beslissingen. En wat daar heel erg jammer aan is, is dat er zoveel mogelijkheden zijn voor politieke vernieuwing in Nederland. En ik ben zo teleurgesteld dat geen één politieke partij in Den Haag, behalve Forum, echt kiest voor daadwerkelijke democratische vernieuwing. Want we hebben gezien, dankzij de grote overwinning in de Provinciale Staten van Forum voor Democratie in 2019, hebben we in Limburg wel de eerste stappen gezet naar politieke vernieuwing. We hebben daar een extra parlementair college neergezet. En dat betekent dat bestuurders daar zitten op een eigen naam. Dat er geen strakke coalitieakkoorden gesloten worden, maar in plaats daarvan regeerakkoorden op brede lijnen. En daardoor moet je telkens weer wisselende meerderheden gaan zoeken. En wat hadden we gehoopt dat dat een voorbeeld zou zijn voor Den Haag? Maar nee, we gaan gewoon door met vaste coalitie op politiek. En dat is zo jammer. Dit had een kans kunnen zijn voor Nederland om echt de politiek te veranderen. Ja. Dankjewel. Maar goed, ik zit nu 6 weken in de Tweede Kamer.
En ik heb gezien hoe het politiek debat in Nederland verhardt. Het gaat niet meer over een debat over inhoud voeren. Het gaat over je politieke tegenstander vernederen, kapot maken en pakken. En daarom had dit extra parlementair idee zo mooi kunnen zijn. Want dan ga je zoeken voor meerderheden op inhoud. Want elkaar afbranden in de politiek zou dan heel dom zijn, dat je elkaar steeds weer moet gaan zoeken voor die meerderheden. Dan moet je gaan samenwerken. En dat is toch het mooiste. En dat doet toch het meeste recht aan de politieke uitslagen, aan de verkiezingsuitslagen. Maar helaas, dat was hem dus niet geworden. Maar toch, ik wil toch even afronden, omdat er zoveel sprekers zijn vandaag die jullie allemaal heel graag wilden zien. En ik wil toch even heel terug naar de campagne, want daar heb ik het woord bittereinders heel vaak gebruikt. En een bittereinder is een persoon die voor zijn idealen vecht tot het bittere einde. En vandaag wil ik u een hart onder de riem steken. Want samen met u zijn wij de bittereinders. Samen met u gaan wij blijven strijden voor een mooier en sterker Nederland en een solidair Nederland. Dank. Simone Kersenboom. En ook graag een heel warm applaus voor Gideon van Meijeren. Zo, goedemiddag allemaal. Wat een heerlijke dag, heel anders dan voorspeld. Fantastisch dat u weer vandaag in grote getalen hier naartoe bent gekomen. Geeft altijd weer een enorme goede energie en motivatie om keihard door te gaan. Ik ben gisteren te gast geweest bij de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Kijk, wat goed om te horen. En mij is gevraagd of ik daar het een en ander over wil vertellen vandaag. Maar even ter inleiding. Wij hoeven elkaar niet uit te leggen dat de misstanden rondom het huidige coronabeleid met geen pen te beschrijven zijn. En Forum voor Democratie is al meer dan een jaar aan het proberen af te dwingen dat hier een parlementaire enquête over georganiseerd wordt. Het zwaarste middel dat de Tweede Kamer heeft om de onderste steen boven te krijgen en getuigen, deskundigen, ook bewindspersonen onder ede te horen, die zijn er verplicht om te verschijnen, zodat die misstanden eindelijk onder een veel groter publiek bekend kunnen worden. Maar om onduidelijke redenen, hoewel je kunt er wel iets bij verzinnen, worden al onze pogingen hiertoe door het partijkartel aan de kant geschoven. Het is bizar, je zou verwachten dat iedereen daarop zit te wachten, want het zorgt alleen maar voor dat we meer inzicht krijgen in alle effecten en gevolgen, oorzaken van het coronabeleid. Ze organiseren ook parlementaire enquêtes over bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, de aardgaswinning. En tuurlijk, daar vinden ook allemaal misstanden plaats. Maar ik ben ervan overtuigd dat die in het niet vallen bij het grootste schandaal van deze eeuw, die corona-hoax. Maar toch willen ze geen onderzoek. Ze houden het gewoon tegen. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze doodsbang zijn voor de uitkomsten en dat ze hun eigen executie willen uitstellen in de hoop dat van uitstel afstel komt. Maar dat gaan wij niet laten gebeuren. En wat ik heel mooi vind om te zien is dat nu de Tweede Kamer het af laat weten, een particulier initiatief is gestart om dan maar zelf de handen ineen te slaan en toch een groot en diepgravend onderzoek te verrichten. Dus ook een applaus voor de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Het valt op dat zij zeer serieus te werk gaan. Ze hebben al honderden, ik was trouwens de 100ste toevallig die gehoord werd, maar tal van wetenschappers, advocaten, artsen, immunologen, die net als de onderzoekscommissie zelf in de meeste gevallen onafhankelijk zijn en dus veel vrijer kunnen spreken en daarom ook veel betrouwbaarder zijn dan al die deskundigen van het OMT die bij Hugo de Jonge op schoot zitten. Dus ik heb een aantal dingen verteld over hoe ik zaken ervaar. Ze hebben mij gevraagd om het een en ander te vertellen over wat juridische problemen rondom de wetgeving op dit gebied. Het is uiteindelijk alle kanten opgegaan en ik heb alles gedaan om zoveel mogelijk feiten te benoemen, maar ook mijn eigen persoonlijke overtuigingen te geven, zodat niets onbesproken blijft, alle taboes doorbroken kunnen worden en de buitenparlementaire onderzoekscommissie in de volle breedte dat onderzoek kan doen.
Ik ga afronden. Natuurlijk moeten alsnog ook die parlementaire enquête komen. Daar blijven wij ons ook voor inzetten. En zo kunnen we dadelijk hopelijk zowel vanuit de Tweede Kamer als vanuit verschillende particuliere initiatieven eindelijk deze enorme beerput helemaal opentrekken. Dank u wel. Gideon van Beieren. En een warm applaus voor Frederik Jansen. Goedemiddag. Hallo. Heel erg fantastisch dat we zijn. Het is fantastisch weer. En ik vind het ook heel leuk dat we weer het land doorgaan. Want vanaf nu gaan we ook gewoon weer overal heen. We gaan weer overal in het land. Dit is een fantastische opkomst. Maar overal gaan weer heel veel mensen komen. En Thierry heeft al gezegd, het is ontzettend belangrijk. En ik wilde iets zeggen over afgelopen week. Want toen heb ik mijn maiden speech gehouden in de Tweede Kamer. Want op dit moment is het zo, het hele land is in de ban van corona. Maar ondertussen zijn ze hun agenda, die ze al aan het uitvoeren waren, gewoon verder aan het uitvoeren. Dus ondertussen zijn ze ook bezig om bijvoorbeeld onze laatste kolencentrales te sluiten. Nou, daar was dinsdag een debat over in de Tweede Kamer. En het is zo dat op dit moment heeft Nederland nog 4 kolencentrales. En bij elkaar is dat 4 gigawatt aan kolenstroom. Dat is de goedkoopste stroom die er is. En dat wordt langzaamaan steeds meer vervangen door biomassa. Dus al die bomen die hier nog staan, die gaan over een paar jaar gaan allemaal de kachel in, zodat er dan wat duurdere stroom voor hippe GroenLinksers en D66'ers kan worden uitgedraaid. Ja, dat is zeker waar. Deze meneer zegt dat het heel erg voor astmapatiënten. En dat is ook zo, want het is dus zo dat biomassa centrales stoten en meer CO2 uit dan kolencentrales, 15% meer, en meer stikstof, meer, waar we de hele snelwegen voor hebben platgelegd, meer zwaveldioxide en meer fijnstof, waar inderdaad mensen die last hebben van hun luchtwegen last van hebben. Dus het is op alle mogelijke manieren slechter, maar ondertussen, terwijl wij dus 4 gigawatt sluiten van kolencentrales, is China heeft in 1 jaar, vorig jaar, 30 gigawatt bijgebouwd. En het is iconisch voor het hele klimaatbeleid wat hier uitgevoerd wordt. Want wij zijn onze hele economie, onze hele manier van leven langzaam aan het opgeven. Het moet allemaal steeds duurder worden, het moet allemaal steeds minder worden. En ondertussen doet de rest van de wereld niet mee. China die gaat de komende jaren 270 gigawatt aan kolencentrales bouwen. Wij hebben 4 gigawatt gesloten. Het slaat helemaal nergens op wat er nu gebeurt. Nou, daar... Het is echt bezopen. Dus ja, het komt niet aan. Ze hebben zich gecommitteerd aan deze wet, die klimaatwet. Die stelt dat in 2030 moeten we de helft van de CO2 hebben gereduceerd. En in 2050 in principe alles. Ja, dat gaat maar door. En de Europese Unie heeft zelfs besloten dat het nog strenger moet. En die mensen zijn totaal niet voor reden vatbaar. Wij blijven ons best doen om daartoe door te dringen. En ik hoop dat het lukt. En daar hebben we jullie steun bij nodig. Dus heel erg bedankt voor jullie opkomst. En geniet nog even lekker van het zonnetje. Frederik Jansen. En Pepijn van Houwelingen, de man waar ik de allereerste versie van Forum mee heb opgericht. Het Burgerforum. Wij zijn al 10 jaar samen aan het strijden. Hij zit nu ook in de Kamer. Pepijn van Houwelingen. Dankjewel Thierry, ontzettend bedankt. Wat een opkomst, wat fijn om hier te zijn. Wat een eer om hier kort iets te mogen zeggen. Mijn naam is Pepijn van Houwelingen. Ik zit in de Kamer uiteraard van Forum voor Democratie. En ik wil kort iets zeggen over het belang, wat Thierry ook al deed, van ophef. Waarom is ophef zo essentieel en waarom is ophef zo belangrijk? Wij hebben een aantal punten, ze zijn bekend rond klimaat, rond de Europese Unie, rond migratie en ook COVID. Daar zijn wij denken wij fundamenteel anders over dan de kartelpartijen. En dat is volgens een reden voor die kartelpartijen om ons compleet af te serveren. We zijn al wappies, we zijn racisten, fascisten, we kennen het allemaal. En wat Thierry ook al net zo mooi zegt, daarmee worden eigenlijk geostraciseerd. Dat we zeggen, jullie horen er niet bij, je bent slecht, jullie deugen niet. En dat is de manier om ons in het gereel te houden. En dat is nog tot daarna toe. Maar wat ik het allerergste vind, wat ik ook heb meegemaakt de afgelopen weken, is dat ze daarin gesteund worden door het mediakartel. Dat is denk ik het grote probleem wat we hebben in dit land. Het mediakartel. En Trump zei het ook in zijn laatste speech. Trump zei het ook in zijn laatste speech. Het mediakartel zijn eigenlijk de agenten van de Matrix. Ze dwingen ons in die opinie-economie. Je moet zo denken. En wij gaan dat niet doen, maar we zullen dat nooit doen. Maar de mediakartel is onze grote vijand. En de afgelopen weken, we hebben het gezien. Ik heb het zelf nu ook meegemaakt. Er worden je woorden in de mond gelegd. De parool heeft mij
Geciteerd naar aanleiding van debatten, zien we zometeen een filmpje over een citaat wat ik nooit gezegd heb, wat ik nooit zal zeggen. Ze schrijven het op, andere kanten kopiëren het zonder ook zelfs maar daarover na te denken. En zo gaat dat door. En zo probeerden ze dus ons als het ware ook te verdelen, druk op ons te zetten. En dat is echt heel erg. En daar gaan we tegen strijden. En ik kijk er ontzettend naar uit om de komende tijd ons keihard te gaan inzetten voor onze beweging. Dus dank voor je aandacht. Dank. De punt van Houdingen. Mocht de andere partijen stuurbaar waren, dat het D66 met vaccinatie inderdaad een uitzonderingsgrond gaan vormen op de quarantaineplicht, dan is er volgens FVD zonder enige twijfel sprake van zware vaccinatiedrang en aantasting van de integriteit van het menselijk lichaam. Want stelt u het zich even voor. Je wil met gevaccineerde vrienden op een stedentrip en dan moet je straks als niet gevaccineerde, bijvoorbeeld met de komst van de Europese Digital Green Pass, eerst 2 weken in quarantaine in Wenen bijvoorbeeld en daarna bij terugkomst nog een keer misschien wel 2 weken in Nederland. En de minister zal misschien zeggen, ach, je hoeft toch niet op vakantie. Maar voor FVD is dit totaal onacceptabel. Zo lang terug hoeven we niet in onze geschiedenis te kijken om de vreselijke gevolgen van, ach, je hoeft toch niet op een bankje in het park te kunnen zitten, houding ten aanzien van een bepaalde bevolkingsgroep te kunnen onderkennen. FVD is, het zal duidelijk zijn, mordicus tegen deze totalitaire oppokwet. Als hij toch komt, dan zullen we in ieder geval met een amendement komen, dat ligt hier voor mij. We hebben het al gestuurd naar het ministerie, die de minister verbiedt ooit vaccinatie als uitzonderingsgrond voor deze wet te hanteren. We hopen dat andere partijen op zijn minst dit amendement kunnen steunen. Want ook zij zouden toch enorm bezorgd moeten zijn over de discriminerende werking en indirecte vaccinatie en daarmee aantasting van de integriteit van het menselijk lichaam die hiervan uitgaat. Ja, het is ongelooflijk als je dit ziet. En zo werkt dat. En de enige manier om ons hier tegen te immuniseren, om groepsimmuniteit tegen ophef te creëren, het wapen van de media, is door ze keihard in hun gezicht uit te lachen, te zeggen, wij zijn niet bang, wij buigen niet, wij bieden geen excuses aan, wij erkennen jullie gezag niet meer. En dat is wat we hebben gedaan, en dat is wat we vandaag weer doen, doordat jullie allemaal zijn. En wat ook zo mooi is, is dat wij dus laten zien, elke keer weer, proberen ze het beeld te schetsen, hè, dat we zijn alleen. Daar begon ik mee, dat we zijn alleen. Jullie zijn niet alleen, dat zien we vandaag, maar er zijn ook meer dan 10.000 mensen die hebben via de livestream meegekeken. Dus wij zijn hier vandaag geweest met bijna 15.000 mensen. Een paar duizend hier, meer dan 10.000 op het internet. Dat is wat we noemen een beweging. Dat is wat we noemen energie. Dat is wat we noemen een vloot. En we gaan door. Ik wil alle sprekers op het podium vragen. Kom allemaal nog even erbij. Want wij hebben een heel bijzonder moment. Ik zei het al. Dit is de eerste keer dat we onze Tweede Kamerfractie echt presenteren. Maar het is ook überhaupt de eerste keer dat wij sinds de verkiezingen met die ongelofelijke campagne, die campagne die nog nooit eerder in Nederland vertoond is, waar wij elke dag en op het laatst zelfs 5 keer per dag door Nederland reisden en overal dit soort volle pleinen tegenkwamen. Het was de revolutie van de pleinen. En dat is mede mogelijk gemaakt door 1 man die met ongelofelijke energie die campagne mede heeft georganiseerd. En hij is hier en we hebben hem nog geen bedankje gegeven. En ik wilde dat vandaag doen met jullie er allemaal bij. Zijn naam is Joost van Weijen. Hij is een man op de achtergrond, maar nu moet hij naar de voorgrond. Joost van Weijen, kom maar Joost, waar ben je? Hij wil niet, maar hij moet komen. Joost! Joost van Weijen! En we hebben een heel bijzonder cadeau voor hem. Want hij is de man. En dit cadeau wordt hem nu overhandigd door Joris van den Oetelaar. Die samen met hem dit allemaal heeft gedaan. Maar Joris is lid van het partijbestuur, dus die kan zichzelf geen cadeautjes geven. Maar samen geven wij aan Joost van Weijen deze prachtige plaquette met Joost in de Transformer met een biertje erbij. Laat even zien aan iedereen. Dit gaat er nog af, maar dat hebben we niet gedaan, want dan beschadigd. Maar dit is een heel bijzonder materiaal. Dit is om aan de muur te hangen. Joost, heel Forum is jou dankbaar en we vergeten dit nooit. Joost van Weijen. En er zijn nog zoveel meer mensen ook achter de schermen. Maar mensen in de organisatie, mensen lokaal, mensen die
in de volksvertegenwoordiging zitten namens Forum voor Democratie, medewerkers van ons, onze IT'ers, onze social media teams, onze leden natuurlijk, want wij gaan nog voor de zomer gaan wij met een actie komen om iedereen die lid is van Forum aan te sporen om minstens één nieuw lid te werven. En ons doel is voor het einde van de zomer 100.000 leden. Gewoon verdubbelen. En dat kan makkelijk. Dat kan makkelijk. Daar kunt u ook lid worden. En als u nu lid wordt, dat is altijd zo bij onze events, krijgt u één van onze boeken cadeau. We gaan op de foto, als u het leuk vindt, alle Kamerleden, al onze andere volksvertegenwoordigers zijn hier ook bij. We hebben onze vaste rapper Duncan, die staat daar. Onze nieuwe vriend Ashwin. Onze nieuwe cabaretier Chris. En wij gaan door. Dit was de aftrap. Ik heb er helemaal weer de smaak van te pakken. Volgende keer, ik sleep Theo Hiddema ook mee hier naartoe. We gaan met heel veel mensen. En we gaan een beetje dansen voordat we elkaar daar zien. Pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. Ah. En hij, zij, leef. Alsof het je laatste dag is, leef. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, leef. Pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij, zij, leef, alsof het je laatste dag is, leef, alsof de morgen niet bestaat, leef, alsof het nooit echt af is, leef, pak alles wat je kan en ga. Je laatste dag is een leef, alsof de morgen niet bestaat, leef, alsof het nooit echt af is, een leef, pak alles wat je kan en ga. Nooit echt af is een leef.
was het, toch? Nou, we zijn nog niet klaar, want zometeen kunnen jullie ons allemaal ontmoeten bij de witte tent. Aan het einde staan onze mensen, staat Thierry. En daarom wil ik jullie vragen om een hele lange rij te gaan vormen tot aan de witte tenten. En daarbij 1,5 meter afstand houden. Niet voor ons, maar wel voor de politie. En jullie hartelijk bedanken. Dank jullie wel. Misschien heb ik het mis, dat er een ander is. Waar is die mooie tijd van ons gebleven? Misschien heb ik het fout, dat je van een ander houdt. Als dat zo is, dan moet je mij dat zeggen. Je hebt me nog van alles uit te leggen. Als jij wil gaan, pak dan je koffers maar. Ik voel me soms alleen. Als jij me Een momentje. Hallo lieve mensen, even als vanouds de 1,5 meter mevrouw Melissa met zoontje, hoe heet jij? Hij heet River. Maar even een verzoekje aan jullie. Ik zie dat het een fantastisch lange rij is, maar ik wil jullie vragen 1,5 meter afstand te houden, uiteraard niet voor ons. Wat wil je zeggen dan? Heeft hij van zijn moeder. Krijgt de microfoon nooit meer terug. Maar of jullie dus 1,5 meter afstand willen houden in de rij. Het gaat daar niet goed aan de achterkant van de tenten. Dus ik wil jullie vragen allemaal even 2 stapjes achteruit te doen. Als we dat niet doen, dan kunnen jullie dadelijk niet op de foto. Dat zou desastreus zijn. Dus doe even een stapje naar achter alsjeblieft. En dan komt het helemaal goed. Dank jullie wel dat jullie er waren. Hele fijne dag. Wat wil je zeggen dan? Zingen dan? Ze kunnen je allemaal horen gelijk, hè? Dat is wel makkelijk.